De ontwikkeling van Suriname vraagt om een multidisciplinaire en dimensionale kijk. Het vandaag gelanceerde platform Passie voor Suriname wil de individuele natieliefde aanwakkeren, neutraal maatschappelijke debatten organiseren en de maatschappij en ontwikkelingsvisie stimuleren. Coördinator Jennifer van Dijk-Silos zegt dat er nieuwe perspectieven en projecten zullen worden uitgezet op basis van een strategisch plan die zullen leiden tot het creëren van duurzame ontwikkeling. We moeten politici scherper zijn, owner van dit land. Het land is niet van politieke partijen. Geef het land niet over, we zijn nog niet allen dood. Laten we dat aanhouden. Wij bedoelen het volk van Suriname in het bijzonder. De deskundigen, de intellectuelen, die eigenlijk de ruggengraat van elke natie is dat denkerscollectief. Die moet geactiveerd worden. En met ontwikkeling, we moeten weten dat we niet geïsoleerd leven in Suriname. Niet in deze verkoppen natie zijn, maar in de wereld. In de wereld, men moet beseffen, elke Suriname moet beseffen, want er is er allerlei dingen tegen, ga je oriënteren in de wereld. Verbreed de scope, daar komen we uit de benadering. Van Dijk-Silos stelt dat het belangrijk is om de verschillende problemen op sociaal, maatschappelijk en politiek gebied te erkennen. Eén daarvan is het stimuleren van jong leiderschap. Het is een wisselwerking van het overdragen van leiderschap door oude politici en het overnemen daarvan door de volgende generatie. Daar moeten beide partijen voor openstaan. We moeten veranderd denken hebben. En jongeren moeten ook een lerende houding gaan aannemen. Gooi die ouderen niet weg. De laatste dat ik het verkeerd van de uitspraak van de jongeren. Die dat is het niet te gebeuren of zo. You need them. Waarom is Europa groot geworden en Amerika? Door die ouderen die als resource persons worden beschouwd in die landen. Ouderen moeten hun ervaring overdragen. Je bereikt niets zonder maatschappelijke ervaring. Je bereikt niets zonder voldoende inzicht. Je bereikt niets als je je deskundigheid, je universiteitswil niet hebt omgezet in appliance. Je hebt niet om het toepassen. Je kennis toepassen. Verdeelt je niet dat die wil je tot deskundige maken. Want als we dan een politici noemen, heb iedereen die vandaag is afgestudeerd alle deskundigen. Je hebt je wel ervaring nodig om deskundig te zijn. Dat is arrogantie die ik. Wij willen etniciteit en gelijkheid aanwakkeren en verbeteren, want verscheidenheid in eenheid is cruciaal voor het ontwikkelen en bevorderen van de natieliefde, die nu meer dan ooit een belangrijke factor is, aldus Van Dijk-Silos.